De Baard op je beeldscherm. Welkom, leuk dat je weer kijkt. Als jullie mijn vorige vlog hebben gekeken, mijn PR-dag, moet zeggen, ik ben tevreden. Een 170 squat, 180 deadlift. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste lifts waar ik de komende tijd op wil gaan focussen. Natuurlijk ook de overhead press en de bench. Ik wil toch eigenlijk eens een keer richting die 200. Dat is toch wel, ja, toch wel een leuke drempel natuurlijk. 180, het is al zo net. Het is zo net. En die squat ook zo net. Denk, even 30 kilo erbij. Even. Dus dat gaan we de komende weken gaan we doen in deze vlog. We gaan gewoon vloggen met een doel. Natuurlijk zal ik hier en daar wat handige tips meegeven. Zodat jullie ook beter, sterker, sneller, explosiever, etc. kunnen worden. Dus ik wil deze vlogs gewoon doelgericht houden. Van we hebben een doel en daarbij geef ik tips mee. Dus dat is dat. Dit is mijn deload week geweest. Dus de training die jullie nu gaan zien is vrij rustig. Ik heb deze week heel veel gegeten. Ik heb deze week eigenlijk lekker veel geslapen. Gewoon alles even het tandje terug gedaan. Even rustig. Na zo'n PR-dag, even rustig. Daarbij komt dat ik de volgende vlog ook rustig begin met de gewichten. En zo ga ik alles natuurlijk weer opbouwen. En hoop ik over 20 weken eindelijk eens een keer die 200 van de grond af te trekken. Of die 200 in mijn nek te leggen. Dat is natuurlijk nu heel makkelijk te vertellen. Maar ja, Rut, we zullen het gaan zien over 20 weken. Ik heb er wel de volste vertrouwen in dat het moet gaan lukken. Voor de rest, laten we geen tijd verspillen. We gaan beginnen. Let's go! Ook even een kleine shout-out naar die jongens. Depression, Richard, Asmi, Sire. Allemaal nieuwe abonnees. Hartstikke leuk. Hartstikke welkom natuurlijk. Laat even een reactietje achter als je een van hun bent. Als je kijkt. Of je kent een van hun natuurlijk. Laat even een reactie achter. Weet je, vind ik leuk. Wat ik kwijt wil over een warming up. Stel, een warming up is natuurlijk altijd gewoon handig, altijd doen. Zal ik altijd aanmoedigen. Alleen, doe het wel handig, doe het wel slim. Ik squat hier nu hier achter mij met plus minus 120 kilo. Ik ga zo ongeveer 140, 142 kilo proberen. Daarmee wil ik zeggen, weet je, wat wil ik daarmee zeggen? Dat is dat wanneer ik aan het squatten ben, doe ik een warming up die lijkt op squatten. Het heeft natuurlijk voor mij totaal geen nut om jumping jacks bijvoorbeeld te gaan doen als warming up voor de squat. Natuurlijk breng ik mijn hartslag omhoog. Natuurlijk zal er meer bloed naar mijn spieren gaan. Zullen mijn bloedvaten wijder open gaan. Zullen er meer zuurstof, meer voedingsstof, etc. naar de spieren gaan. Dus in dat opzicht heeft het wel nut. Alleen ik kan datzelfde effect creëren door bijvoorbeeld 20 keer te gaan squatten. En in dat geval ik nu een powerlifting programma volg, is dat iets anders. Waardoor de meeste mensen die dit kanaal volgen, die bijvoorbeeld spiermassa willen bouwen, kun je inderdaad gewoon je hartslag omhoog brengen. Alleen dit kun je het beste doen door ook de spieren in die regio te gebruiken die voor de volgende oefeningen die je gaat doen. Dus bijvoorbeeld wanneer we gaan bankdrukken, kan je het beste bankdrukken als een warming-up gebruiken. Of een oefening die daar bijvoorbeeld op lijkt, zoals opdrukken of iets dergelijks. Onthoud dat en weer een handig tipje van deze week. We gaan door. Zoals jullie zien, beltless, zonder belt. Ik denk niet echt dat het nodig is. Het gewicht moet vrij licht zijn.
Moet zeggen dat het me eigenlijk best wel tegenviel. 5 herhalingen. Ah, toch redelijk zwaar. Maar om in 20 weken naar die 200 te gaan, zal ik wel op dit gewicht moeten starten. Dus het is gehaald, het is gelukt. Misschien niet zwaarder dan verwacht, maar goed. Maar, moi, nog, het ging, dus we gaan weer door. Zeggen dat de training me eigenlijk een klein beetje tegenviel. Ik had toch wel verwacht dat het zwaar zou zijn natuurlijk, dat is vanzelfsprekend. Maar dat alles toch net even tikkie vloeiende, even tikkie lekkerder zou gaan. Het kan natuurlijk ook mede te maken hebben dat ik deze week al niet op de juiste intensiteit heb getraind. Juist lekker rustig aan en een nu redelijk relatief zware gewichten gebruik. Ook niet te, maar het is even een weekje rustig aan. Dus ik heb eigenlijk weer een opstartweekje hoogstwaarschijnlijk nodig en daarna gaat het weer. Het zal een ongelofelijke zware 20 weken gaan worden. Of ik natuurlijk alles ga halen zonder een tussendoor een dilootje toe te voegen. Dat zal er nog maar blijken. Maar dat zullen jullie gaan zien in de volgende vlogs. Bedankt, zoals altijd. En tot volgende week. Tjalas!